ja, het gaat ook om de b-boys, maar het gaat vooral om wat de b-boys doen, hè. En dat is dus echt het verspreiden van leesplezier. En het... De Nijmeegse b-boys hebben gewonnen. Dinsdag werden ze uitgeroepen tot NBD Biblion Jeugdspecialist 2021. De bekendmaking werd gevierd met taart, een confettikanon en een cheque. Ze waren er maar wat blij mee. Super blij! Ja, heel blij! Ja, het, om zo'n prijs te pakken is wel echt een kroon op ons werk. Ja, zeker. En ja, we waren eerst genomineerd natuurlijk en daarna gewonnen. Dus ja, super blij mee. Ja, Joram wel, maar ik totaal niet. Nee, ik durfde daar eigenlijk niet zo goed te vermaken. Nee, het was best spannend. Het was echt wel spannend. Ik vond het heel spannend, want de andere twee waren gewoon ook heel goed. En die ook hele goede jeugdspecialisten. Dus ja, ja maar ja, echte vakmensen. Ja. En wij zijn dan dat op onze manier ook, maar dat was ook weer totaal anders. Joran was enorm zenuwachtig voor het horen van de uitslag. Nee, ik kon echt niet meer slapen. Vandaag ook 15 keer naar de wc geweest. Ik trok het niet meer. Ik was heel erg zenuwachtig, omdat we vandaag dus wisten dat we een telefoontje zouden krijgen. Zo zijn we deze kant op gelokt. Ondanks het korte bestaan van de b-boys zijn ze al verder aan het denken. Zo hebben ze nu ook een eigen schoolpakket. In het begin van de lockdown waren de bibliotheken dicht, de scholen waren dicht. Dus wij dachten, ja, we moeten iets. En zijn we meteen gaan brainstormen en denken van, hé, waar zijn we goed in, wat kunnen wij? En toen zijn daar eigenlijk direct de b-boys door ontstaan. Ja. Eigenlijk 3 dagen later waren we aan het filmen. Nou, 5 afleveringen per week eerst. En daarna dachten we, wow, dat wordt wel een beetje veel. En toen hebben we het teruggeschaald naar 3 september zijn we eigenlijk begonnen met B-Boys in de klas. Ja, heel goed. Goed dat je dat hebt gezegd. Ja. En B-Boys in de klas is een super vet programma wat in de klas terecht komt. Want de scholen waren weer open en wij wilden de B-Boys en mochten de B-Boys verder dragen. Dus met een compleet lespakket de klas in. De B-Boys zijn er deze zomer ook. Kinderen kunnen meedoen aan een speciale zomerchallenge. Ja, dat is zeker zo. We hebben dus nu 8 lespakketten hebben we af. Ja, en deze zomer is helemaal speciaal, want dan hebben we de grote B-Boys Zomerchallenge. Yes. En die kun je zo meteen in heel Overijssel en in heel Gelderland kun je die bij alle bibliotheken doen. En heel veel basisscholen in die 2 provincies zijn er dan ook mee bezig. Dus de B-Boys komen nu voor de eerste keer verder dan Nijmegen en omgeving. We gaan namelijk heel Gelderland en heel Overijssel in. Uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon in heel Nederland die klassen in om de kinderen leesplezier te brengen.